En is dat wel dat tweede eiland of is dat mijn eigen eiland? Die fout heb ik natuurlijk al eens eerder gemaakt. Het is echt groot. Een bergachtig gebied. Wel mooi hoor. En wat vind ik hier? Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Islands. We zitten alweer op ons bootje. De spullen zijn thuisgebracht. En we gaan op zoek naar een nieuw eiland. Ik zie nu dat het nacht begint te worden. En dat heb ik geleerd van de vorige keer. 'S Nachts gaan we niet meer varen. Dus ik ga gauw even aan land. En dan ga ik snel even slapen. En dan gaan we vroeg in de ochtend. Gaan we er vandoor? Dan gaan we deze keer niet naar het westen, maar naar het zuidoosten. Kijken of daar ook nog eilanden te vinden zijn. Even stoppen. En aan wal. Gelukkig was ik nog niet ver. Dus we gaan lekker naar huis. Even slapen. En dan gaan we daarna vertrekken richting het zuidoosten. Het is weer ochtend. Opstaan en richting het zuidoosten. Even kijken of ik nog weet waar mijn bootje ongeveer lag. Ik denk ergens hier. Even kijken. Ja hoor, daar is die. Hoppakee. En we gaan er vandoor. Even omdraaien en dan richting het zuidoosten. Nou, we hebben de wind precies tegen. Dus dat betekent dat we niet heel snel zullen gaan. Maar ja, ik wil toch kijken wat er aan die kant te vinden is. Zodra ik vogels zie of land heb, dan haal ik jullie er weer bij. Nou, ik krijg weer de melding dat er geen eilanden meer voor me liggen. Dus ik ga dan toch maar richting het noordoosten, denk ik. Even kijken. Even kijken op de map. Ja, als ik nu dus naar het noordoosten ga, dan kom ik dus weer in de buurt van dat andere eiland. Maar misschien dat daar nog wel iets tussen ligt, van een eiland of iets dergelijks. Daar zie ik een vogel, maar dat zal ongetwijfeld van dat eiland zijn die we al gevonden hebben. Nou ja, ik haal jullie weer terug als ik een aanwijzing heb voor een eiland. Ik zie daar wel iets van vogels, maar ik denk toch dat dat het andere eiland is. Maar ik ga toch even checken. Wellicht is dat toch nog een eilandje wat er nog tussen ligt. Nu vaar ik er rechtop af en het is noordwest. Even kijken hoor. Vaar ik dan rechtop dat andere eiland af? Nee, dat. Ja. Ik weet het niet eigenlijk. We gaan het zien. Ik ben die vogels nu wel kwijt. Ik zie die vogels nu niet meer. Wat wel gek is. En nu zie ik daar vogels. Ik denk niet dat dat eiland is. Maar het zou kunnen.
En is dat wel dat tweede eiland of is dat mijn eigen eiland? Die fout heb ik natuurlijk al eens eerder gemaakt. Nog een keer de map checken. Het zou toch wel eens heel goed kunnen dat het toch dat eiland is. Nou ja, we zien het wel. En als dat zo is. Ik zie daar nog een vogel. Zie ik nog meer vogels? Nee. Ik ben benieuwd. En ik zie land. Maar is dat land wat we al kennen? Of niet? Even op de map kijken. Ja, dat is land wat we al kennen. Dus eigenlijk moeten we verder naar het oosten, denk ik. Hoppakee. En naar het oosten afbuigen. Dit is dus het eiland waar we de vorige aflevering vandaan kwamen. En het lijkt erop dat het weer gaat stormen. Moet ik dan misschien niet gewoon aan land gaan en even gaan slapen? Ik denk het wel. Dat is toch wat lekkerder dan dat je in de mist of in de storm moet gaan varen. Het gekke aan die bootjes is, er zit zo'n vlaggetje op waarbij je kan zien wat de windrichting is. Ik heb nu een beetje de wind in de zeilen, maar ik heb eigenlijk de hele tijd dat ik aan het varen ben, continu tegenwind, waardoor je eigenlijk gewoon super langzaam gaat. Maar ja, het zal er wel bij horen. Goed, ik ga even slapen en dan gaan we weer verder. En het is weer ochtend. Oh, verkeerde knop. Even kijken. Inpakken. En meenemen. Lekker weer op ons bootje. Heb ik honger? Ja, ik heb honger. Zo. And off we go. Ik zie hier een vogel in de lucht. Dat is niet van een eiland wat ik al ontdekt heb. Want ik vaar nu een kant op waar we nog niet eerder geweest zijn. Dus ik heb het gevoel dat hier vlakbij nog een eiland zit. Ik hou jullie er weer bij als ik land gevonden heb. Ik zie daar een vogel. Ik denk niet dat het kan zijn van een van de eilanden waar ik vandaan kom. Dus ik ga daar maar eens een kijkje nemen. Land in zicht. Ik heb weer een nieuw eiland gevonden. Nou, ik zie meteen al een puma. Een haaien. Dit lijkt een heel klein eilandje. Misschien onderdeel van een groep eilandjes. Wow. Het is een flink eiland ook. Het is echt groot. Bergachtig gebied. Wel mooi hoor. Nou denk ik niet dat we hier zilver zullen vinden. Maar je weet het nooit. Alles is mogelijk. En als het... Ik zie daar ook sneeuw volgens mij. Het is een prachtig eiland. Ik denk dat ik hier maar aan wal ga. En dan eens even kijken wat ik hier allemaal kan ontdekken. Een beetje zilver zou lekker zijn. Het is wel een koud gebied, dus ik hoop dat ik daar gewoon kan overleven. Zonder speciale kleding. Ik denk dat dat ijzer is wat ik daar zie.
Zo. Kruisboog in de hand. Ik heb het extreem koud. Dus in het water is het extreem koud. Is dit ijzer? Ja. Wat is dit witte? Het is sneeuw. En een stuk ijs. Dat kun je dus ook meenemen. Sneeuw en ijs. Ik ben benieuwd wat je daarmee kan. Sneeuwballen gooien. En wat is dit? Is het kool? Ja, dat is kool. Ziet er wel gaaf uit hoor hier. Maar de vraag is, vinden we hier zilver? Want daar zijn we natuurlijk naar op zoek. Dat is ook ijzer en koper en een wolf. Rende die naartoe. Ik zie hem niet meer. Oeh, daar loopt hij. Wat is dit? Het is een soort opslag van hooi of zo. Het ziet er wel grappig uit. Ik geloof niet dat ik dat op kan pakken wat hier binnenin zit. Nee. Nou ja, het is grappig, maar we kunnen er niet echt heel veel mee. Dan nog maar even verder kijken wat we nog meer kunnen vinden. Dat is weer een puma. En nog een puma. Wat veel wilde dieren hier. We hebben geen beren gezien. Maar die zullen er ongetwijfeld ook zijn. Oeh, kijk, een berggeit. Wat is dit? Boekweit. Ken ik niet. Dus ik neem het maar mee. Wie weet waar het goed voor kan zijn. Het wordt heel mistig nu. Zou het dan ook gaan sneeuwen? En ja hoor, het gaat sneeuwen. Is dit weer kool? Ja. Oeh, staat een wolf te blaffen.
Zo. Alles wordt nu ook wit. Dat hebben ze toch leuk gedaan. Als je ook gewoon sneeuw op in de game, dat dan ook de hele omgeving verandert. Ziet er goed uit. Alleen ik kan natuurlijk nu resources niet zo goed zien. Even kijken, misschien moet ik even mijn matje erbij pakken. En gewoon gaan slapen tot de sneeuw voorbij is. Ik kan niet buiten slapen met dit weer. Oh. Even kijken of ik ergens boven op een berg kan gaan staan. Om te kijken of ik nog iets van een huisje of een hutje kan vinden. Al is dat natuurlijk ook moeilijk te zien als alles wit is. Even kijken op de map. Maar daar zijn we dus aan land gekomen. Nou, nu ben ik in het sneeuwgebied. Wat is dit gele? Is dat flint? Of is dat zilver? Hier zie ik ook zoiets. Dus als ik die kant op ga, zou ik dat moeten kunnen vinden. Ik denk dat dat het is. Dat is flint. Is dat ook? Ja, dat is dat. Oh, het is weer gestopt met sneeuwen. Dan zie je dus ook langzaam de sneeuw verdwijnen. Ik heb het extreem koud. Oh, en hier is dat plekje met dat hooi. Wat was dat? Een zeeegel. Dus als ik hier doorloop, dan kom ik weer bij mijn bootje uit. Nou, voor zover we nu kunnen zien, is hier dus geen zilver. Dat is wel jammer. En ik zie verder ook geen gebouwtjes. Is hier daar nog iets? Of is dat waar ik vandaan kwam? Nee, dat is niet waar ik vandaan kwam. Dat is de andere kant, denk ik. Of toch niet? Want ik zie nergens mijn bootje. Ik dacht toch dat we hier ergens vandaan kwamen. Waar is mijn bootje? En wat vind ik hier? Dat is toch nog wel interessant. Een heleboel varkens in ieder geval. Maar hier is weer zo'n gebouw wat we in... Even kijken, vuursteengeweer. Ja, die wil ik wel meenemen. Daar zitten musketkogels in, die neem ik ook mee. En de uniformhoed. Buskruid. Dat neem ik allemaal mee. Kanonskogels. En nog een vuursteengeweer. En daar ligt ook nog van alles. Dat is niet verkeerd.
gaan we daar ook even kijken. Wat is dit? Houten kist. Er zit niks in. Jammer. Een heleboel stammen. En een houten bankje waar je op kan zitten. Houten schoen. Spijkers. En dat was het dan weer. En wat is dit dan? Is dat klei? Dat is klei inderdaad. Ik heb geen idee meer waar ik nou ben binnengekomen op het eiland. Dus waar mijn boot is. Dat is best jammer. Had ik eigenlijk even naar moeten kijken op de map. Waar dat was. Ik zie daar in ieder geval nog een puma. Maar ik hoor dat het ook weer nacht begint te worden, dus we gaan eerst even slapen. Daar. Daar zag ik een bed. En daarmee wil ik ook deze aflevering weer afsluiten. Bedankt voor het kijken allemaal. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En je dat leuk vindt om deze game te kijken. Je kan me op Twitter volgen, Facebook, Discord. Het kan allemaal. Het mag allemaal. En dan zeg ik voor deze keer weer dag allemaal.